Wie zijn vluchtelingen en waar komen ze vandaan? In dit hoofdstuk worden verschillende types vluchtelingen bekeken en daarnaast wordt er gekeken uit welke landen en regio's komen vluchtelingen voornamelijk en waar gaan ze naartoe. Pagina 19 zien jullie in de linkerkolom een heel aantal types vluchtelingen staan onder elkaar. In de rechterkolom staan er verschillende soorten beschrijvingen. Het is de bedoeling dat jullie het juiste type vluchteling met de correcte omschrijving verbinden. De eerste omschrijving gaat over iemand dat zich gaat vestigen in een ander land om er te blijven, om er te werken. Bekijk de beschrijvingen in de linkerkolom en kijk met wat het zou overeenkomen. Hier gaat het algemeen over een migrant. De tweede omschrijving gaat over mensen wiens asielprocedure is afgelopen, ze is geweigerd, ze verdwijnen dikwijls in de illegaliteit en verblijven zonder papieren in een bepaalde regio. Dit komt overeen met illegalen. Ze hebben geen papieren meer, hun asiel is geweigerd. De volgende omschrijving gaat het over mensen die op de vlucht zijn in hun eigen land of in de grensregio. Dat wil zeggen, het gaat over zeer grote landen, dat ze verhuizen naar een ander deel van het land of eventueel net over de grens blijven. Ze zijn gedwongen om te verhuizen. Er kunnen allerlei redenen voor zijn. Oorlog, mensenrechten, natuurrampen. Dit komt overeen met de ontheemden. Ontheemden zijn mensen die uit hun heem verdreven zijn. Ze blijven nog in de buurt van hun, verderop in hun eigen land of net over de grens. De vierde omschrijving gaat over mensen wiens sociaal-economische situatie uitzichtloos is. Er zijn geen jobs, maar ook elementaire voorzieningen zoals onderwijs, huisvesting, artsen en dergelijke meer, is eigenlijk in hun land van herkomst bijna of niet aanwezig. Met welk type vluchteling komt dit overeen? Dit zijn economische vluchtelingen. De vijfde omschrijving gaat over personen die in een land aankomen en daar asiel aanvragen. Er is nog geen uitspraak geweest of dat hun asiel goedgekeurd is of niet. Het zijn kandidaatvluchtelingen. Met welke omschrijving uit de linkerkolom komt dit overeen? Zijn asielzoekers. De zesde omschrijving gaat over mensen die gedwongen zijn om hun land te verlaten. Hun leven was in gevaar. Er kunnen allerlei redenen voor zijn. Ras, godsdienst, behoren tot een sociale groep met een verkeerde religie, politieke overtuiging, geaardheid, nationaliteit. Er zijn vele redenen. Belangrijk is dat het leven van de mensen in gevaar was. Met welk type vluchtelingen komt dit overeen? Kijk in de linkerkolom. Dit zijn politieke vluchtelingen. De zevende omschrijving zijn mensen die vluchten voor natuurrampen. Droogtes, overstromingen, orkanen, aardbevingen. Eilanden die verdwijnen omwille van het stijgen van de zeespiegel. Welk type vluchtelingen zijn dit? Dit zijn milieuvluchtelingen. De laatste omschrijving gaat over mensen die hun land verlaten
omdat ze vrezen voor geweld om hun leven, of omdat ze arm zijn, of omdat er een natuurramp is, of omdat er geen toekomstbeeld is, positief toekomstbeeld wel te verstaan. Er schiet nog één omschrijving over uit de linkerkolom. Dit zijn vluchtelingen. Dit is een algemene benaming voor vluchtelingen. Er kunnen vele redenen zijn. We hebben daarnet een aantal redenen bekeken. De samenvatting: migrant, vluchteling, asielzoeker en illegaal verwijzen naar het status van een persoon en ze betekenen niet hetzelfde. Pagina 20. Bespreken de spreiding van vluchtelingen en ontheemden. Vluchtelingen zijn mensen die terechtkomen in een ander land. Ontheemden zijn mensen die op de vlucht zijn in hun eigen land of eventueel net over de grens. Kijk naar de kaartjes pagina 21 om hierop een antwoord te vinden. Het eerste kaartje laat het aantal vluchtelingen zien per land. Het valt op dat Afrika en het Midden-Oosten uiteindelijk de meeste vluchtelingen en ook ontheemden krijgen. Er zijn veel meer ontheemden die in de regio blijven dan dat er uiteindelijk mensen zijn die verder vluchten. Welke vijf landen vangen de meeste vluchtelingen op? Hier gaat het over de cijfers van 2014, uiteraard, maar die cijfers zijn nog quasi gelijkaardig. Kijk naar bron 1, pagina 21. Bij de verschillende vlaggetjes staat vermeld hoeveel vluchtelingen er in deze landen worden opgevangen. Noteer de landen met de vijf met de meeste vluchtelingen. Turkije, Pakistan, Libanon, Iran en Ethiopië. Kijk nog eventjes terug naar vraag A en dan zul je merken dat die allemaal in het Midden-Oosten en in Afrika liggen. Vraag C. Welk land ontvangt de meeste vluchtelingen in verhouding tot zijn oorspronkelijke bevolking? Dan komen we bij Libanon terecht. Er is geen enkel ander land dat verhoudingsgewijs meer vluchtelingen opvangt dan Libanon. Hoe zit het met het aandeel van Europa in de opvang van vluchtelingen? Komen er uiteindelijk veel vluchtelingen in Europa terecht? Kijk naar de kaart pagina 21. Het valt op dat de grootste bollen, de grootste groepen vluchtelingen in het Midden-Oosten en in Afrika terechtkomen. In Europa zijn dat er eigenlijk maar een beperkt aantal. Europa heeft dus minder vluchtelingen dan het Midden-Oosten of Afrika. E. Hoe zit het nu met de welvaart en de ontwikkelingsgraad van landen en regio's die vluchtelingen opvangen? Hoe zit het met andere woorden met de HDI? Raadpleeg de kaart in de atlas. De atlas kan je raadplegen via Scooter. Afrika en het Midden-Oosten zijn eigenlijk regio's waar de HDI niet altijd zeer goed is. Dus de landen die de meeste vluchtelingen opvangen, behoren zeker niet tot de meest ontwikkelde of rijkste landen. Hoe evolueert de terugkeer van vluchtelingen? Deze informatie vind je pagina 21 in bron 1 ook. Het valt op dat er meer en meer vluchtelingen terugkeren. De meeste mensen willen ook graag terug naar hun land van herkomst, hun eigen taal, hun eigen cultuur. Vraag G is een persoonlijke vraag. Denk na over je eigen mening. Wat vind je van het feit dat er in 2015 iedere 3 seconden iemand op de vlucht moest gaan? Schrijf niet gewoon ik vind dat goed of ik vind dat niet goed. Leg vooral duidelijk uit waarom je die mening hebt. Vraag H
Welk beeld krijgen we in de media van vluchtelingen en migratie? Klopt dat altijd? Denk eventjes na. Wat zie je voornamelijk op de televisie, in de krant, op internet? En klopt dat met hetgene dat je in dit hoofdstuk hebt geleerd? De samenvatting. De meeste vluchtelingen en ontheemden worden opgevangen door minder ontwikkelde landen. Europa heeft veel minder vluchtelingen dan het Midden-Oosten of Afrika. De media geven een vertekend beeld van de situatie in de wereld.